grote verslagenheid vandaag na het bericht dat Lotte van der Zee is overleden. Het model uit Enschede was nog maar 20 jaar oud. Alles gaf het op. Haar nieren deden het niet meer. Haar leven niet meer. Ze was echt helemaal geel. Voor de Enschedese Bert en Eugenique van der Zee was 2019 loodzwaar. Ja, dit is Lotte haar kamer. Nog steeds. Ja, wordt nog elke week door jou grondig gepoetst. Ja. Mijn beddengoed wordt elke keer nog verschoond. En gewoon haar dingetje. Dat is haar poes. Lotte wordt op 21 februari 1999 geboren in het ziekenhuis in Enschede. Ze is het eerste en ook het enige kind van Bert en Eugenique. Ik zie haar nog zo zitten in de kinderstoel met de handjes op het dienblad. Habies! Nee, Lotte sliep heel makkelijk. Ja, Lotte was echt een voorbeeldige baby. Met mode en make-up heeft ze dan nog niks. Wel met dansen en hockey. En dat hockeyen doet ze niet onverdienstelijk. Ze wordt in 2012 kiepster van het jaar. Toen ze zo jong was nog, was ze superstopper. En de doeldoos noemden we er altijd. Ja, het is de bijnamen die ze heeft gekregen bij het team. Dus doeldoos en superstoppen. Andere kant, nummer 1. Dat is doeldoos. En daar zat ze ook helemaal niet mee. In 2016 komt ze thuis met een belangrijke mededeling. Pap, mam, ik heb een mededeling. Ik heb mij voor de grap opgegeven voor de misverkiezing. En hij zo van, wat heb je daar nou gedaan? Ja, een beetje onder druk van vrienden. Ja, dat ze ook zeiden allemaal zo van, je moet iets ermee doen met je uiterlijk. Je ziet er altijd hartstikke leuk uit en doe er wat mee. Maar Lotte was daar eigenlijk veel te nuchter voor. Die deed dat niet. En toen zei ze van, ja, ik heb me opgegeven en ik mag komen. Ik mag komen bij dan Overijssel toen de tijd. En dan was nog de casting. Nou ja, en dan zo is het balletje gaan rollen. Ze wordt uitgeroepen tot knapste tiener van Overijssel. Ze staat in de bladen en mag in 2017 meedoen aan de internationale Miss Teenager verkiezing in Guatemala. Maar daar op het podium loopt het niet zoals verwacht. Ja, in het begin ging alles natuurlijk helemaal goed, totdat ze de blackout kreeg. Ze wist echt helemaal niks meer. We hadden heel lang geoefend en de man die het presenteerde, die had tegen Lotte gezegd zo van, ik begin aan jouw kant, want jij bent de enige die niet in jouw moedertaal kan praten. De rest praat of Engels of natuurlijk de Spaanstalige. Maar hij zegt ook, begin aan jouw kant en dan ben je als eerste aan de beurt, komt helemaal goed. En toen begon hij aan de andere kant. En je zag hem malen van, de tekst had ze nog wat voorbestudeerd. En je zag al aan dat kopje van, ik zal mij benieuwen hoe ze er hier straks uitredt. Meestal ging wel goed, maar ze sloeg helemaal dicht. Maar ja. Helemaal niks kwam er meer. Helemaal niks. En wij zaten daar echt zo van, oh my god, toe Lotte, zeg wat. En ze deed helemaal niks meer. Ze was helemaal weg. En het enige wat ze toen zei zo van, en ja, ook dat was natuurlijk heel gaaf. Zo van, mag ik toch even mijn vader erbij vragen? Mag hij het voor mij vertalen? Nou, en daar stond paps. Ja. Later bleek dat de jury dat juist waardeerde hoe ze het oploste. Dat ze niet in paniek in elkaar stortte. Haar dingetje bleef doen. Alleen ze heeft een oplossing gezocht. En zei, nou, dat vinden wij eigenlijk veel mooier dan dat je dat riedeltje opleest. Wat we allemaal van iedereen altijd allemaal horen. In 2017 vertelt Lotte over haar overwinning. Tada! Hij glinstert mooi, hij heeft me groot. Helemaal krom voor Lotte. Hier is allemaal mee begonnen. Dit was de jurk van de finale van Miss Teen of Overijssel. En deze van Miss Teen of the Netherlands. En ik heb bij Miss Teenage Universe, waar het nu al eigenlijk om gaat, heb ik deze jurk aangehad met de chef van Miss Teenage Universe. Hallo allemaal, vandaag zijn we aan het filmen met RTV Oost. Lotte wil graag presenteren en krijgt een stoomcursus. Waar is de camera nu dan? Waar de camera is? Ja. Waar je tegenaan kijkt. Ja, maar dat is gewoon een scherm. Ja, klopt. En daarachter zit de camera? Er zit de lens, ja. Oké. Ja. We hebben nog nooit eerder autocue gelezen, dus de eerste keer. Een beetje van mijn bucketlist afstrepen. Die beslissing neemt hij omdat zijn lichaam de topsport niet meer aan kan. De 29-jarige uit Lossen heeft veel... Je moet eigenlijk voor jouw gevoel moet je rustig lezen. Oké. Dat je zegt van, goh, wat is dit traag. Het presenteren, ja, dat was haar dingetje geweest. Echt achter die desk staan en...
Het maakte haar niet uit wat ze moest vertellen, want dat was haar dingetje. Dat kwam ook omdat ze veel uitgenodigd werd op televisie. En dan zag ze al dat reilen en zeilen, hoe dat ging. En toen had ze iets van, oh, dit is mooi om te doen, lijkt me. Daar wil ik wel wat mee doen en gaan leren en cursus volgen van opleiding. Een mooie zonnige dag vandaag, maar het lijkt erop dat we morgen niet meer zoveel geluk hebben. Ook bij vakantiepark De Beerse Bulten lopen ze tegen problemen aan. Als je klaar bent met de tekst, blijf even in de lens kijken. Okay. Niet wegkijken van, was het ook goed? Ja. Dat horen we daarna wel. Okay. Dat was haar droom. Ja. Dat met Instagram wou ze echt verder en groeien. En, maar ook met het televisiegebeuren. Ja mensen, ik weet, ik heb accent, maar ik ben er trots op. Kom uit Enschede. Wie weet in de toekomst dat ik ABN ga praten. En de temperatuur komt uit op zo'n 22 à 23 graden. Dit was Overijssel vandaag. Nog een fijn weekend. Vond wel leuk. Lachen dit. Hoe vonden jullie het gaan? Als er één ding is waar Lotte jaarlijks naar uitkijkt, dan is het de wintersport. Ook dit jaar gaat ze met haar ouders naar het Oostenrijkse Westendorf. Ja, daar gingen we altijd skiën. Ja, vanaf haar vierde staat ze op die latjes en ze vond het prachtig. En ze kon ook mega goed skiën. Ja. En hard. Ja. Dan was donder niet bang voor niks. Nee. Want er zijn een paar pieces bij, die meid ik als de pest. Maar ik moest wel eens van de mee. Ze kreeg een karakter van. Doodsangst uitstaan. Maar ja, dat vond ze geweldig. Maar ze had daar ook een groepje met jongeren die waar ze veel mee optrokken. Ze maakte prachtige toeren, want ze kwamen wel eens terug s'avonds. Dan hadden ze foto's. Joh, wat ben je helemaal geweest, man? En heerlijk, hè? Vond ze dat. De wintersportvakantie was haar vakantie. Ja. Dat was, vond ze prachtig. Op de dag voor haar 20ste verjaardag, op 20 februari, voelt Lotte zich niet lekker. Ze waren s'avonds uit geweest en ook al een beetje haar verjaardag gevierd. En ze kwam s'avonds terug. Toen appte ze mij zo van, mam, ben weer in het hotel. Ik ga nu douchen en slapen en ik zie jullie morgen aan het ontbijt. De jeugd heeft een eigen kamer staan. Ja. Als ze bij elkaar zitten, kunnen ze kabaal maken dat de rest van de gasten er geen last van hebben. Ja, en toen appte ze mij, toen zat ze dus 's ochtends niet aan het ontbijt. En toen dachten wij van, oh, wat is er aan de hand? Ja, en toen zijn we gaan kijken en toen voelde ze zich niet lekker. En, nou, we zijn naar onze kamer ingegaan. Lekker bij onze bed en dan kunnen we vertroetelen. Lotte had eigenlijk net gedoucht. Ze was wel de hele dag een beetje misselijk en ze moest wel veel overgeven. Maar ja goed, dan denk je nog niet van, er is wat ernstigs aan de hand. Wees eerlijk, we vonden ons allemaal wel eens slecht. Griepje, verkoudheid. Ja, en nou ja goed. En toen in één keer, kwart over vier zou nog even... Ik zou eigenlijk naar de dokter ingaan, zo van dat ik het spugen toch wel lang vond duren. Toen dacht ik van, nou, dan loop ik even naar het dorp, dan ga ik even naar de dokter daarheen. Maar je zou boodschappen doen, nog en een boodschapje. Het geld pinnen. Ja. En ik wil wel zoiets van, nou, laten we nou toch eens een dokter waarschuwen. Ik vind het te lang duren, het was niet ernstig. En ja, met in één keer zakt ze eigenlijk in elkaar. Ze zat naast me, ze komt overeind, kijk maar aan. En ze zakt in elkaar, valt zo in mijn armen en ik schrok me kapot. Bert en Eugeniek belanden in een nachtmerrie. Drie kwartier wordt Lotte gereanimeerd. Dan is de hartslag terug en gaat ze met de traumaheli naar een Oostenrijk ziekenhuis. Maar toch ook heb je er een heel, heel gek gevoel bij als ze drie kwartier met je kind bezig zijn voordat ze weer een hartslag hebben. En daarna met de helikopter weggebracht, maar ook niet weten waar naartoe. Dat kregen we later. Dan krijg je toch wel een heel naar gevoel. Je wilt zoveel hopen en je hebt zoveel goede moed. Maar je bent ook heel bang om haar te verliezen. Ja, maar dat is elke ouder. Na twee dagen kunnen ze in Oostenrijk niks meer voor Lotte doen. Ze gaat naar een ziekenhuis in het Duitse München, waar meer neurologische kennis is. Toen werden we toch bij de hoofdarts geroepen voor een gesprek en daar vertelden ze ons van... Ja, we hebben toch wel dingen geconstateerd. Als we Lotte terugkrijgen, krijgen jullie haar niet zo terug zoals jullie haar gekend hebben. En dan ben je 48 uur verder of zo. Ja. En dan zit je nog vol vechtlust van, ja, dat is prima, als het terugkomt dan redden we ons dan ook wel weer mee. En stiekem ben je in je hoofd al plannen aan het smeden, dan moet ze naar Roezink. Totdat, na een week, Lotte haar lichaam toch... Nou, de hersendruk werd niet minder. Op een gegeven moment waren ze de grip kwijt en allerlei organen begonnen makken te vertonen. Op een gegeven moment was ze op. Toen hebben we opa's en oma's gebeld en Robin en Sil, die zijn toch als de sodemieter gekomen. Die zaten allemaal in het hotel. En we dachten, nou, dat wordt morgenochtend dan wel. En
met dat wij er waren, dat heeft nog 3 kwartier geduurd en toen is ze al overleden. Het is overleden. Ja. Op 16 maart komen duizenden mensen afscheid nemen van Lotte in de Grote Kerk op de Oude Markt in Enschede. Onvoorstelbaar. Nou, respect voor de mensen dat ze die kou en regen getrotseerd hebben. En volharden in hun wil. Niet verwachten dat er zoveel mensen kwamen. Ja, ja. Over de 4000 mensen zijn er geweest. Ja, is toch onvoorstelbaar. Ja. We hebben ze jammer genoeg niet allemaal de hand kunnen geven wat we heel graag wilden. Maar ja, daar is dan gewoon geen tijd voor. En je wilt natuurlijk ook de mensen de ruimte gunnen om afscheid van Lot te nemen. En maar het weer. Iedereen zegt al zo van heel Enschede huilt om Lot. Want iedereen stond in de regen met paraplu's en ja, onvoorstelbaar. Bert en Eugenieke hebben na de uitvaart professionele hulp gehad. Ze hebben veel steun aan elkaar en aan de vriendinnen van Lotte. Dat voelt ook goed dat ze nog steeds de moeite nemen om naar ons toe te komen. Ja. Gisteren een klant van jou, die kwam ook weer bij me. Ze van, we denken nog elke dag aan Lotte en jullie. Het heeft zo'n impact gehad. Maar Lotte was ook zo'n vrolijk ding, hoor. En ze moet ons goed realiseren dat we er geen dag voorbij zou gaan de rest van ons leven. Dat houdt nooit op. Dat je ermee bezig bent. Ja. Dat is zo. Het gebeurt 2 keer per dag, hoor. Dit. Niks bijzonders. De slaapkamer van Lotte hebben ze volledig gelaten zoals hij was voordat ze op skivakantie gingen. De urn staat er ook. Ja, wij vinden dat ze hier op haar plek is. We zoeken nog iemand die een mooiere urn voor haar kan maken. Zijn we nog voor aan het sparen. Ik moet er niet aan denken dat kind daar op zo'n begrafenisplaats ligt in het kou en het donker. En dit vind ik prettig. We hebben nog, heeft nog de dag voordat ze gecremeerd werd nog een haarlokje van haar haar afgeknipt. Ik denk dat Lotte daar niet helemaal... Nee, ik denk dat ze me daar niet lief in vond. Ze was trots op haar volle bos met haar. Zwaar haar had ze ook. En, maar ik vind dat is toch iets tastbaars. Een stukje van Lotte. Nu, ruim 9 maanden later, is nog altijd onduidelijk wat de oorzaak is geweest van Lottes overlijden. Het officiële autopsierapport hebben we nog steeds niet. We hebben alleen te horen gekregen omdat... in het ziekenhuis is geconstateerd dat Lotte waarschijnlijk het Brugada-syndroom zou hebben gehad. En ja, naar alle waarschijnlijkheid. Maar omdat dat niet echt als je overleden bent, is dat niet meer te traceren. Dus Lotte is zoals uit de autopsie is gebleken, was ze gewoon gezond. Ze heeft verder geen gekke dingen gehad wat haar uitkwam, wat haar overlijden in de hand zou hebben of veroorzaakt zou hebben. Ondertussen proberen Bert en Eugenieke de draad weer op te pakken. Dat gaat met ups en downs, zeker rond de feestdagen. Ook dat gaat door. En Lotte kerstboom versieren was haar feestje. Ja. Kerst, de eerste kerstdag met opa's en oma's. Och, ze bedacht al de spelletjes en gekke dingen. Och, wel alsof een keet. 25 jaar maken we al kerstfoto's. En vanaf het moment dat Lotte in de gaten kreeg dat zij op de foto mocht en dat ze daar ook over een vinger in de pap kon hebben, deed ze dat ook. En dan regelde zij het wel. Dan moesten wij eigenlijk ons maar aanpassen aan haar. En dat deden we met liefde. En, want we waren al lang blij dat ze het ook leuk vond. En dit jaar moesten we... Of nee. Ik wou toch graag weer een kerstfoto maken. Want als je het nu niet doet, doen we het niet meer. Bert had daar heel veel moeite mee. Maar ja, ik zag hem niet zitten met een lachend gezicht op elkaar. Op vrolijke feestdagen. Ik denk, we wouden niet lachend op de foto, dus maar, we hebben een foto gemaakt. Maar toen kwam je met dat idee wat je nu gedaan hebt. Daar had ik zoiets van, nou, dat had ik nooit aan gedacht. Vind ik een goed idee. En na de feestdagen komt ook de wintersportperiode er voor Bert en Eugenieke weer aan. Voor het eerst zonder Lotte. We hebben geboekt. Ook weer met die verstanden. Als je het nu niet doet, volgend jaar wordt eigenlijk nog een grotere drempel. Lotte, iedereen heeft in Westendorf ook met ons meegeleefd. En eigenlijk wil je ook een heleboel mensen daar een knuffel geven, maar hun ons ook. We hebben gezegd, we gaan weer. We willen daar op de 20 februari, willen we daar Lotte ook herdenken.
ja, zijn we nog aan het uitdenken. Dat zijn we nog aan het uitdenken, maar... Ik zag het ook net als kerst, wat, had ik er niet zoveel zin in. Ik zag het zwaar in. Maar ja, ik vond ook wel dat Eus niet gelijk had, van anders wordt de drempel helemaal hoger. Ik had één harde eis. Ik zei, want als je naar je hotelkamer wil, je moet altijd langs de kamer, kamer 01, om bij je kamer te komen. En daar is het allemaal gebeurd. Ik zei, ik heb één harde eis, dat we die kamer weer krijgen om in te slapen. En daar schrok Ingrid, hè, de gastvrouw, ook wel van. Eigenaar is die begreep ons eerst niet van, dat moet je toch een beetje mijden. Ik zei, nee, ik wil er rauw doorheen. Elke keer weten we nu, moet je die berg over om je daarna goed te voelen. En dit hoort er ook bij. Ik wil niet elke keer langs die kamer lopen van hier is het gebeurd. Nee, dan wil ik weer dat weekje lekker slapen. Ja. En dat zal de eerste paar dagen even goed beroerd zijn. Maar dan heb je het een plekje gegeven en dan kun je weer. Ook daar zijn we weer met een heleboel lieve mensen. En ja, vrienden, die vrienden wel, die zolang wel. We skiën. Die we, ja. En ook Lotte haar vriendinnen. Alice en Janine. We gaan gewoon met z'n allen weer proberen te genieten van een vakantie waar Lotte in ieder geval heel erg van genoot. En om daar toch weer een mooi tintje aan te geven op haar manier. Ja. En misschien nu ook een beetje op onze manier, maar ja. Het zal lastig worden. Maar je moet er doorheen. Dat zeker. Anders krijg je nooit een plekje. Nee.